Gewoon goede klappen, weet je. En dat is licht roeien, dat moet er ook heel makkelijk uitzien. Op het moment dat het er zwaar uit gaat zien. Kijk, als je dan zwaar roeien moet, kunnen zeggen, maar die zijn grote lomp en zwaar. Nee, maar die lichte pikken, die moeten gewoon, die kunnen ook gewoon lekker makkelijk roeien. En ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Helemaal als dan ook nog, als je ook nog zo de finish als eerste haalt. Kunnen zware ballen daar dan nog wat van leren, denk je? Ik denk dat een hele hoop zware ballen daar een hoop van kan leren. Gewoon door, vooral dat makkelijke bewegen van de lichte roeiers, dat is natuurlijk nodig voor lichte roeiers. Maar zware roeiers beseffen niet altijd even dat het ook nodig is. Dat ze eigenlijk ook makkelijk moeten bewegen. Aan de andere